Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Oké, ik heb vandaag posters binnengekregen van Desenio. Ik had er een nieuw besteld voor de slaapkamer. Sorry trouwens voor mijn groot gezicht. Ik weet niet of je het ziet, zo misschien. Maar ik heb even in de zon gezeten en ik had me niet ingesmeerd, dus foei. Maar alleszins, ik heb een paar posters, 3 voor de slaapkamer besteld. En dan heb ik er ook nog voor onder besteld, maar die ga ik in de week pas ophangen, omdat onze zetel komt vrijdag, denk ik. Ja. En dan wil ik zien hoe die, welke mooiste zijn boven de zetel. Maar ik wou deze al filmen, want ik kan niet wachten om ze op te hangen. Oké, we hebben deze. I like it very much. Super clean, maar heel mooi. Deze, ik ook die 2 samen ga ik hangen, denk ik. Vind ik wel super tof. En dan deze, wauw. In een gouden kader heb ik daarvoor gekozen. En deze print vind ik echt zo tof. Dat past ook echt wel perfect met de kleuren van de slaapkamer. Jullie vragen trouwens ook altijd hoe ik mijn posters ophang van Desenio. Al mijn posters zijn trouwens van Desenio. En ik hang die altijd op met een Tesa plakspijker met zoiets. Kunt je gewoon op bol.com kopen. Dus super easy. Ik doe dat altijd daarmee. Maar mensen blijven dat echt maar vragen. Dus bij deze, niet vergeten. Oké, update met de posters. Ik heb deze hier gehangen en die daar gezet. Voor de mensen die mij al langer volgen bij mijn appartement en zo. Ik vind het ook heel leuk om zo posters te zetten op de grond. Ik vind dat wel tof. Dat komt zo wat artsy over. Oei, maar even dat niet zo tegen het raam. En dan heb ik deze hier gehangen, die bed. Simpel, maar super mooi. Maar ook omdat die stoel er al staat en die plant, vind ik dat wel mooi. Dat moet niet too much zijn. En dan heb ik de Dream hier gehangen. Er staat op Dream met veren. Die had ik al, maar die staat ook nog wel online. En hier heb ik deze 2 hangen. Die had ik ook al. Die zijn ook van Desenio. Al mijn posters zijn echt van Desenio. En dan heb ik die in de slaapkamer hing. Deze heb ik hier in de gang gehangen. En deze hangt hier. Dat is trouwens voor de katjes, die gaan er 's nachts in slapen. En deze hangt nog hier. Dus dat is hierboven in de gang. En ze zijn echt allemaal van Desenio. Al mijn posters die je trouwens ziet in mijn huis. Deze vind ik echt zo mooi. Ik vind het hoekje hier nu wel echt tof, zo. Ja, ik vind het leuk. Dit hoekje vind ik leuk en dit hoekje vind ik ook leuk. Dat tv-kastje moet nog in het kastje. Want dat is lelijk. Maar zo. Yep, ik vind ze zeer geslaagd. En de volgende beelden gaan waarschijnlijk zijn dat ik die boven de zetel ga ophangen. Maar die moeten dus, de zetel moet nog komen. Dus dan ga ik ze ophangen. Nu, for now, peace out. Ik had een kei schattig kadertje met een kattenquote besteld. Op Desenio. En ik wil die super graag boven hun plekje hangen. Dus hier zo boven hun eten en hun drinken. Ik dacht, dat is kei schattig. Ik heb het gehangen en ik weet niet waarom, maar ik vind dat zo cute, want nu is dit zo precies hun huisje waar een kader hangt. Snap je? Met een drinken en een eten, speeltje. En dan daar. I like it.
Muffin is er niet zeker van precies. Mijn andere twee decennio posters heb ik hier gehangen, nu dat de nieuwe zetel er is. Super, super mooi. Ik zal ze van dichterbij laten zien. Ik heb ze in gouden decennio kaders gestoken. Dit zijn zo palmbladeren met wit en goud. En dan heb ik hier, ik ga zien dat het niet reflecteert, deze poster. Dit is zo'n, ja, ik weet zelfs eigenlijk niet wat het is, maar alleszins super mooi, ook met wit en goud. En die passen zo mooi samen. Dus ik ben echt super blij met deze boven de zetel. Past echt heel mooi, vind ik. Cute. Ik heb ook een kortingscode voor jullie bij Decennio. Mijn kortingscode is Thalissa. Ik zal het hier zetten. Je krijgt min 10% korting bovenop de 30% korting die er al is momenteel. De code is geldig van nu tot en met 3 augustus. En de code is niet geldig op handpicked, op de kaders en op de gepersonaliseerde posters. Maar op al de rest wel. Ik hoop dat jullie hier heel veel plezier van hebben. Want ik krijg heel vaak vragen van waar ik al mijn posters heb. En bij deze een leuke kortingscode. Dus is het mooi weer. Heb ik even een bikini aangedaan. Heel even buiten. Niels gras aan het snijden. En ik ga heel even chillen en eten buiten. Nice family! Nee, geef me een chantantie. Oké, Celine en Nick en Noah waren net hier. Zijn. De deur open. Zijn net weg. En ondertussen is Niels zich even aan het douchen. En ik ga mijn koffer maken. Want ik vertrek morgen weer naar de zee. Dit keer ga ik naar Newport. Ik ga samen met mama, papa en mijn zus Anaïs. We gaan van woensdag tot zaterdag. Morgen komt Niels en mijn zus haar lief Lucas mee. En die gaan ook gewoon morgenavond naar huis. En dan blijven we met ons vier tot zaterdagavond. Dat is zo wat traditie wat we hebben. Super leuk. Dus ik kijk er heel erg naar uit om te gaan. Oké, mijn koffer is gemaakt en we zijn back home. Want ik ga hier op gaan zitten. Oké, okay, ja, is goed. Want we zijn nog naar de McDo gegaan. Yay! McDonald's! Ik ben hier even een kussen onder mijn gat aan het steken. Milky, wat is er? We hebben niks hoor. We hebben echt niks. En heeft het gesmaakt? Ja. Ja? Ja. Ja, voor mij ook. Mm. En we zijn 90 Days Fiancé aan het kijken. Echt mijn favoriet. Dus zelfs gaan we eigen kweek verder kijken. Waar we op Netflix aan het zien. We moeten nog 1 aflevering. Hè? En dan is het gedaan. Hier. Die Amfisa, die haat ik nu. Allee, ik mag niet zeggen haat. Maar dat vind ik dus echt geen toffe. Oh man. Wat is dat weer een? Als jullie dat programma ook hebben gezien of kijken, let me know wat jullie van Amfisa denken. Hè? Die George is toch echt dom? Nee, die is echt dom. Ga weg bij die vrouw, wat is dat? Maar ja. Is het een marihuana-industrie? Ja, dat weet ik. Daarvoor heeft hij ook een cel gezeten na dat programma. Ik weet wie. Nee. Oké, okay, we gaan verder kijken naar 90 Days Fiancé en chillen. Dan ga ik mij nog wassen, saus. En dan morgen naar de zee met mijn ouders en Niels gaat morgen ook mee. Dus dan zien jullie in een nieuwe vlog. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk, dus zeker thumbs up. Vergeet ook niet de beschrijving te checken voor mijn Decennio code, zodat jullie korting krijgen. En dan zie ik jullie snel weer. Ja.